Meneer De Wever. Ik ben een zuidelijke Nederlander, hè, voor alle duidelijkheid. Een zuidelijke Nederlander, jullie zijn een noordelijke Nederlander. Maar u wilt één land. Leg uit. We zijn dat ooit geweest. Ik heb de echtscheidingspapieren meegenomen. We hebben samen besloten in de 16e eeuw dat we geen tirannie meer wilden. En geen intolerantie. We wilden verdraagzaamheid, ook religieus. Plakkaat van verlatingen. We hadden de Spaanse koning zijn opzicht gegeven, maar die heeft een leger gestuurd. In 1585. Maar wilt u echt scheiding weer ongedaan maken? Wel, ongedaan maken. Ik heb gesproken over een confederatie van de lage landen. Het lijkt mij aangewezen in de 21e eeuw dat je een beetje gaat samenwerken. En ja. Mensen beschouwen dat als een romantisch idee van historici zoals ik, die dat verleden goed kennen, ook het verleden van 1830. Twee keer, hè. De ezel heeft zich twee keer aan diezelfde steen gestoten. Maar dat is het eigenlijk niet. Ik bekijk het economisch rationeel. Dus de wereld wordt groter, de economische spelers worden groter. En dus je moet schaal vergroten. En dan moet je dus iemand zoeken die op je lijkt. Ja, ik dacht even, u gaat straks ook de rood-wit-blauwe vlag hijsen met een oranje wimpel. Wel, zo gauw als we daarover beginnen, gaat het helemaal nergens meer heen. Want dan gaat het straks over het voetbalelftal en al dat soort zaken die ja, dat niks staat op ter zaken lijstje, doen. Dat komt straks, hoor. Ik heb een hele race mails van mensen die zeggen, we gaan geen kroketten eten uit de muur. Ik wil geen botermelk uit een tetrapakje drinken met een rietje. Alsof dat morgen zou moeten. Nee, nee. Ik denk alleen. Ja. Een geïndustrialiseerd land met een heel dichte bevolking, een logistieke poort op Noordwest-Europa, met een hoge activiteitsgraad, heel veel export. Klinkt dat herkenbaar? Ja. Dat zijn wij en dat zijn jullie. Ja. Dus als je morgen in een wereld leeft waar China en Amerika ook op vlak van innovatie het allemaal naar zich toetrekken, dan is het niet zo onlogisch van misschien eens naar elkaar te kijken en te zeggen, moeten we concurreren? Ja. Of slaan we de handen in elkaar?